En ik zag een groepje jongeren hier op de weg, op de rechte rijbaan, zag ik ze in een kringetje zitten. Ze zaten met elkaar een spelletje te doen, ze hadden een lol. En telkens als ik langs hen reed, riepen ze naar mij, hey, taxi Jeroen. Ja, ze waren de hele avond naar mij aan het roepen, en alles goed, dit, dat, gewoon vriendelijke dingen. En ja, ik reed ongeveer 30, 35 op het moment dat ik ze tegenkwam, gingen ze ontwijken met de snelheid van 20, 25. Want ja, met dit soort avonden weet je gewoon, mensen zijn dronken, moet je gewoon voorzichtig rijden als taxichauffeur, dat heb ik ook gedaan. En op een gegeven moment had ik alle klanten afgezet van onze bestelling. En kom ik nog één keer terug om te kijken of ik nog iemand kan naar huis brengen. Bij de rotonde keer ik om. Op het moment dat ik omkeer, dat ik de rotonde wil oprijden, zie ik iemand vliegende rotonde oprijden. En ja, na 100, 150 meter zie ik gewoon 4 gewonden. Eerste instantie dacht ik, ja, ze liggen misschien op de grond, lollig te doen. Of, dat is een andere sfeer met pingpop, laat in de avond. Maar nee, ik zag gewoon slachtoffers gewond op de grond liggen.